Dit is woensdag 5 juli en ons lees uit Psalm 28 vers 9. Red die volk en seën die wat aan u behoort. Wees vir hulle herder en sorg altijd vir hulle. Die woord red in die Bijbel is altijd voor mij een interessant woord. Dit is een goede ding om te bid dat die Heere ons moet red. Maar die woord red getuig dat ons redding nodig het, dat ons in die moeilijkheid is. Dit is de realiteit in Psalm 28. Dit is duidelijk dat die volk redding nodig het. Als ons rondom ons kyk, dan zien ons, dit is ook die realiteit van vandaag. Daar is een klomp uitdagings in ons samenleving, in die wereld, maar specifiek in Zuid-Afrika. Hoe gereeld denk jij, bid mensen nog voor ons land? Of kla ons maar net oor ons lot? Psalm 28 herinner ons om in tye van krisis ons harte oop te maak tot God. Mag ons aanhou om samen die psalmdichter hierdie gebed te bid voor ons land. Dra vandag in besonder ons land en die mense in ons land aan die Here op. Bid saam hierdie woorde van Psalm 28 vers 9. Here, red u volk en seën die wat aan u behoort. Wees vir hulle 'n herder en sorg altyd vir hulle. Amen.